Apeldoorn is een ondernemende gezinstad midden op de Veluwe. En op alle fronten zijn we in beweging. Voor ons trainee-programma zijn we op zoek naar vernieuwers. Die samen met ons de uitdagingen aangaan voor alle inwoners, ondernemers en bedrijven in onze gemeente. In 2 jaar tijd werk je aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. En je gaat ontdekken waar jouw talenten liggen. Cynthia zette haar talenten in binnen de hele organisatie. Ik kwam vanuit de zorg, dus echt een hele andere tak. En een hele nieuwe stap gemaakt door traineeship te beginnen. 1 opdracht hebben we samen met de hele traineegroep gedaan. En toen hebben we gekeken van oké, maar wat kunnen we nou doen voor de inwoners? Ja, daar kwam de koffiebus uit. En ja, dat is uiteindelijk nu echt helemaal gerealiseerd. Dus dat is wel heel erg leuk dat je echt aan iets bouwt wat tot een eindresultaat kan leiden. Joep heeft een achtergrond in bos- en natuurbeheer. Zo hield hij zich bezig met een monitoringsplan voor biodiversiteit, de gebiedsvisie voor Uddel en schreef hij een handreiking voor natuurrijke stadsparken. Ja, het is prachtig dat het traineeship dat ertoe heeft geleid tot waar ik nu zit. Want dat is wel daadwerkelijk mijn passie. Echt met de natuur aan de slag te gaan en die koppeling te maken met al die maatschappelijke opgaves. En daar bevind ik me nu. Ik zal iedereen aanraden, deels ook voor zo'n traineeship, want voor je netwerk is het hartstikke leuk, maar ook met je team trainees bouw je hele hechte banden op en zodoende van elkaar te leren. Het traineeship biedt je een springplank voor de rest van jouw carrière. Anna heeft haar carrière uitgebouwd binnen de organisatie en is nu projectleider en organisatieadviseur. Ik ben in 2017 als trainee binnengekomen, dus inmiddels 4,5 jaar in dienst en ja, het is heel erg leuk. Ik wil eigenlijk een steentje bijdragen aan de samenleving en de maatschappij. En dat kan uitstekend binnen een gemeente. En wat ook zo heel erg leuk is, is ja, een gemeente doet van fysiek tot sociaal en intern gebeurt er van alles. Dus er is ontzettend divers werk. Echt de beste start die ik voor mijn carrière had kunnen hebben. Ik denk dat het wel een mooie plek is om door te groeien, ja. Je start met een groep jonge mensen die allemaal gedreven zijn en enthousiast. Ik zou het zeker iedereen aanraden. Ja, als gemeente zijn, dan moet je ook wel aan kunnen sluiten op de behoeftes van de inwoners. En ja, kom vooral naar traineeship als je van waar je dan ook vandaan komt en iedereen is welkom. Solliciteer nu, ja. Ja. Ben je enthousiast geworden? Kijk dan op apeldoorn.nl/trainees.